Robert, wat een debuut, wat een stunt. Alles gewonnen in de Kuip? Nee, nog niet gewonnen. Wel gelijk gespeeld en een keer gescoord hier dat wel. Maar we hadden het er net over. Maar het is de eerste keer dat ik hier win. En ja, voor Willem II ook de eerste keer sinds heel lange tijd hoorde ik dat ze een uitwedstrijd winnen. Dus ja, dat maakt het nog extra mooier. Hoe voelt deze? Ja, heel goed. Bedoel, we hebben het heel zwaar gehad de tweede helft. En kwamen niet meer onder de druk uit. En ja, dat we het dan nog kunnen redden. En iedereen heeft er alles aan gedaan en keihard geknokt. En dan slepen we die punten toch binnen. En ja, ik denk dat we een hele goede eerste helft hebben gespeeld. En de tweede helft, ja, was het gewoon tegenhouden. En gelukkig hebben ze er maar eentje gemaakt. En nemen we gelukkig 3 punten mee naar Tilburg. Het waren twee helften, twee wedstrijden eigenlijk. De eerste helft pakten voor jullie het beste uit. En Jurgen Streppel, je trainer, zei ik vind het eigenlijk helemaal geen verrassing. Vind jij het een verrassing? Nou, als ik kijk naar de kwaliteiten die we hebben, dan, ja, dan wat wij in de eerste helft hebben laten zien, dat verrast me niet. Want zie je ook op de training en ja, er lopen gewoon jongens bij met heel veel kwaliteit. En ja, Feyenoord is natuurlijk in principe een beetje op achteruit gegaan, dat weet iedereen. En die hebben het ook moeilijk dit seizoen. Dus het verrast mij wat dat betreft niet. Alleen ja, als je uit in de Kuip de eerste helft zo makkelijk overeind blijft en met 2-0 de rust in gaat. Dat is natuurlijk wel een verrassing dat het zo makkelijk misschien gaat. Maar dat wij kwaliteit hebben en dat wij van elke ploeg kunnen winnen. En zelfs van de topploegen, dat verrast me niet. En dan weet je dat Feyenoord gaat stormen in die tweede helft. En dan wordt het afslag 200 terug tegen de muur en angst en beven. Ja, we hadden het gewoon moeilijk mee, omdat die ballen die vielen voor hun net goed. En ja, we hadden een paar gevaarlijke kansen. En het probleem was dat we zelf de bal niet genoeg in bezit hielden. Je had er iets slimmer mee om kunnen gaan, hè? Ja. Iets meer tijd kunnen rekken misschien. Ja, en ik denk dat we beter hadden moeten uitspelen, want er lagen heel veel ruimtes om het uit te spelen. En, ja, we hebben veel jongens die ja, lang niet gespeeld hebben en ja, die nu weer een eerste competitiewedstrijd spelen. Dat was het ook, dan zijn 90 minuten 90 hele lange minuten. Ja, en dan heb je natuurlijk maar 3 wissels, maar ik denk dat er wel meerdere waren die op het einde rijp waren voor een wissel. En ja, op dat moment ja, hou je bal wat minder vast en dat heeft ook te maken met de fitheid van de spelers. Maar ja, we hebben kaart voor geknokt en we hebben het gered en ja, daar zijn we heel erg blij mee. Het is een aardig binnenkomer, hè? Ik hoef je niet meer te vragen hoe de eerste weken bevallen in Tilburg, denk ik. Nou ja, het bevalt sowieso heel goed en een hele goede groep. En ja, wat ik zei, veel kwaliteit en ook een hele gezellige groep. En ja, als je dan de eerste wedstrijd wint, dan ja, daar draait het uiteindelijk om. Het gaat om de wedstrijden en dat bepaalt uiteindelijk toch ook de sfeer. Maar ja, dit is een fantastisch begin.